All right. Goedemiddag. Leuk weer een keer hier te zijn na een tijdje. Als iemand iets wil zeggen, vragen. Is dat ego eigenlijk echt of is het doorgegeven? Het is ontstaan. Het is een combinatie van verhalen en niet doorvoelde ladingen die een soort samenklontelt. En dan als een schijnidentiteit rond gaat hangen en ja, op een gegeven moment zeggen we er ja tegen. Daarom denkt vrijwel iedereen dat die stem in zijn hoofd, hè, die we normaal denken noemen, dat hij of zij dat is. Ja, en je leert het ook aan natuurlijk. Ja, vanaf dat je kan luisteren. Dat het dan niet zo zou zijn. En je zou van het begin af aan opgevoed worden met er is kijken. Dan zou dus iedereen dat moeten doen, hè? Ja. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus hypothetische vragen, die slaan nergens op. Because it will never happen. Tot wat er bewustzijn is. It's not gonna happen. Ik bedoel, als er bewustzijn is, dat het ego niet echt is. Ja, maar dan nog. Dan nog eens te kijken naar wat er gebeurt. Zeker. Maar ik bedoel te zeggen van dan nog niet iedere bakker en opvoeder. Maar voor jezelf. Ja, zeker. Dus het is een individuele journey, if you will. Bewust worden. Yes. En eigenlijk staan alle. Is alles ingesteld ertegen. Ja, on purpose. Ja, nou niet per se on purpose, want er is geen bedoeling, maar gewoon omdat iedereen gelooft in een afgezonderd ik, is dat het liedje wat gezongen wordt op alle levels. Dus de kansen zijn eigenlijk vrij ongunstig. Dus er is geen purpose voor het ego, om te laten zien nee. Van jou is en wat je volgens hebt. Veel dieper, er is gewoon geen purpose. Nergens voor of in. Dingen gebeuren. Maar er is geen bedoeling. Er zit niet een of andere goddelijke entiteit aan het stuur. Daarom heb ik zo'n hekel aan divine bla bla. Want daar is gewoon een achterwereld projecteren met bedoelingen. En of we dat nou karmisch noemen of goddelijk of weet ik veel wat. Weet je wel, wij begrijpen er gewoon geen hout van. En dan verzinnen we van, ja, het moet toch ergens een reden hebben. Dan hoor je ook heel veel mensen zeggen, alles gebeurt met een reden. No, it doesn't. It just happens. Weet je wel, dus als we daarvan afkomen, waar we dan overhouden, is gewoon dat er menselijke mogelijkheden zijn. En volwassenheid en awakening zijn menselijke mogelijkheden, net als muzikaliteit. Nou, muzikaliteit die kan in iemand zijn en als die in aanraking komt met muziek, en zeker met een paar mensen die daar redelijk goed in zijn, kan dat de honger naar muzikaliteit doen ontwaken. Nou, zo heb je dat ook met innerlijk inzicht of whatever. En dan is er oefenen en dan is er beter worden. Yes, vanzelf. En you stumble into stuff. Dus sommige dingen zijn gewoon stick to it. En die gaan dus geleidelijk inderdaad door een vorm van oefenen, let's say. Of door aandacht eraan te geven. Andere dingen die, omdat je onderbewuste die proces de hele tijd dingen, die komen ineens tot je. Dan denken we dan ook weer vaak van dat het uit de hemel komt. Maar het is je eigen systeem die gewoon alle informatie die je in je hele leven tot je neemt, constant aan het processen is. Dat is een van de redenen waarom ik zo vaak zeur van herlees boeken. Daarmee vul je namelijk je subconscious en die blijft daar gewoon mee doorgaan. En op een gegeven moment, als die voldoende informatie heeft en voldoende brandstof, let's say, dan klikt er iets. En dat is dan wat we een inzicht noemen of een doorbraak of whatever. Dus dat dient gevoed te worden. Nou, bij de muzikant leidde tot muziek, bij de zelfonderzoeker leidde tot inzicht, idealiter. Is het dan ook niet zo dat ieder vormpje wat aanwezig is, zijn eigen programma heeft, wat met z'n allen puzzelstukjes van het grote geheel vormen? Je wil, dus het rijtje en het bloemetje heeft een functie om de boel te bestuiven, zeg maar. En zo heb jij. Je zoekt weer naar een bedoeling. Ecosystemen, als je het zo wil noemen, die ontstaan, maar die zijn niet zo bedoeld of ontworpen. Om een leven te leiden op aarde zijn er tot planten en bomen gekomen om een. Ja, maar dat was geen bedoeling om leven te laten komen op aarde. Oké. Okay. En was natuurlijk.
Er was een explosie, laten we zeggen. Er waren elementen die zich samenvoegden. En op een gegeven moment waren er op een X-planeet de voorwaarden waardoor zoiets als leven kon ontstaan. That's it. Ja, er is geen bedoeling. En dat is een dingetje, dat zit er heel diep bij ons. En omdat we duizenden jaren religieus geïndoctrineerd zijn, alles moet een bedoeling hebben. Things just happen. Daar wordt het overigens niet minder wonderbaarlijk van. Dus dat is een ding wat ik ook in een paar boeken heb beschreven, dat heel veel mensen, religieuze en spirituele, als ze doorbeginnen te krijgen dat er geen plan en geen bedoeling is, dat ze dan roepen dat de wereld onttoverd wordt. Nee, het wordt van het sprookjesgehalte ontdaan. Maar het wordt er niet minder mooi om. Richard Dawkins, evolutiepsycholoog of bioloog, die zei van, als je weet hoe een regenboog ontstaat, door de licht van de breking, stof en whatever, weet je wel. Dan wordt hij niet minder mooi van. Ja. Weet je wel. Heeft hij een functie? Nee, nee, natuurlijk niet. Dus dingen hebben een nut, maar geen bedoeling. En nut en bedoeling is iets anders binnen een bepaalde context. Als jij wil dat een plant overleeft, is het handig dat hij wat voeding krijgt en water. Binnen die context is water geven dus zinvol. Maar er is geen bedoeling, behalve dat ik die plant wil laten groeien. Dus een ego of een mens of een dier kan een bedoeling hebben, maar die totaliteit die is wat het is. En sommige elementen die komen samen, dan ontstaat daar een resultaat uit, andere niet. It's pretty random. I think that's great. Want dat betekent ook dat wij het eigenlijk op dat vlak gewoon niet verkeerd kunnen doen, in de zin van in de ogen van whatever. Dat we ook niet bevreesd hoeven te zijn over straffen in het hiernamaals. Of dat we het karmische telraam weg kunnen gooien. Wat trouwens allemaal ego gedreven is, want dan ga ik goede daden zitten doen, zodat ik goed karma verzamel of in de hemel kom en niet in de hel. Dan ben ik nog steeds zelfzuchtig. Laten we dan gewoon zeggen wat ik altijd zeg. Iedereen is zelfzuchtig. En dat is oké. Want dat betekent niet per se dat dat tegen een ander is. Ik zit hier ook voor mezelf. Maar heb gemerkt dat er anderen baat bij hebben en dat die het prettig vinden. Nou goed, dan dat delen is dan voor beide kampen interessant. Maar het is niet waarom jij hier bent. Nee, en het is ook niet nobel. Want ik heb niet het idee dat dit belangrijker is dan wat de bakker doet. Mm-hmm. Ik praat alleen liever dan dat ik brood bak. Hoewel ik gisteren nog een brood bakte. Ja. Kan het wel. Of tenminste dat apparaat dan, als je de dingen er goed in doet. Zo moeilijk is het nou ook weer niet. Een ander dingetje waarom ik vaak zeur over dat er geen bedoeling is en geen goddelijke toestanden, is dat als je daar goed naar kijkt, dan betekent het eigenlijk dat alle goede dingen die komen vandaar en alle rotzooi die hoort bij de mens. Thanks. Dus alle slechte dingen, ja, dat was mijn niet bestaande vrije wil. Ik ben nou eenmaal gewoon een slecht mens en zondig sowieso. Weet je, maar als er iets goed gebeurt, is genade. En die genade die kun je dan eigenlijk, als je het uitkleedt, ook nog niet verdienen. Dus dat is een loterij. Wanneer God zin heeft van, ja, die doen we naar paradijs. En ja, dat is eigenlijk een hele goede vent en dat is een heel tof wijf. Maar ja, fuck hem. Weet je wel. En ja, altijd zitten bidden en zo. Ja, hoe dom kan je zijn? Naar de hel ermee. Het slaat echt op alle niveaus helemaal nergens op. Alles zijn gewoon menselijke vermogens. Domheid is een menselijk vermogen, helderheid is een menselijk vermogen. Muzikaal zijn of juist niet. De aanleg hebben om bushokjes in elkaar te trappen is net zo menselijk als een groot inzicht. Hoewel er meer bushokjes in elkaar getrapt worden dan dat er inzicht is. Jij gelooft ook niet. Nee, natuurlijk niet. Zoals de Oosterse filosofie. Ja, waar die trouwens ook slecht begrepen wordt, want het hele reïncarnatie-karma-verhaal was ervoor bedoeld om niet te reïncarneren. Alle echte sadhana's uit het Oosten, die zijn ervoor bedoeld om het rad van wedergeboorte te stoppen. Dat vergeten ze allemaal, ze hopen gewoon op een betere volgende incarnatie. En ze gedragen zich er ook niet naar. Je moet eens in India kijken. Wat een bende het is en hoe ze met elkaar omgaan. Weet je wel, als ze echt in karma geloofden, dan deden ze dat niet.
mensen die herinneringen hebben dan in vorige levens. Ja, ik herinner me van alles en nog wat. Wat bewijst dat? Dat ik me iets herinner. Er is herinneren. Ja. Yeah. So what? Er is, als je uitzoomt vanuit een... En dan kom ik weer met dat wat dan Jung dan noemde, het onderbewuste. Daar zit heel veel informatie in. Als jij dus de neiging hebt om dingen heel erg persoonlijk te nemen, dan kun je dus flarden van herinneringen of flarden van dromen, let's say, super persoonlijk gaan nemen en echt daar weer een identiteit aan uit gaan bouwen. En als je niet oppast, zoals in het verleden gebeurd is, heb je 10.000 Napoleons. That's amazing. Het zou kunnen misschien dat het lichaam al die herinneringen opslaat en dan inderdaad dat het ikje daar dan... Yes, of course. En we hebben geen idee hoeveel dingen we onthouden. Dat hele energiesysteem van ons, of dat hele lichaam, net hoe je het zeggen wil, is één grote geheugenbank. Ja. Onze bewuste geest die herinnert zich maar een aantal dingetjes en daar hangen we dan ons levensverhaal aan. Ik ben daar geboren, bladibla. Dus we connect some dots. Maar daaronder zit een gigantisch reservoir waarvan we meestal geen enkele kennis hebben, die bijdraagt aan ons totale zelfbeeld en wereldbeeld. Anything could come up. Zelfs als je langs iemand loopt en daar een herinnering van oppikt. Yes. Of een klank, of een woord, of iets wat je op tv ziet, of een boek wat je leest. En het wordt allemaal bij elkaar gegooid. Wat er ook nog zo is, van onze hersenen, die zijn enorm geprogrammeerd om, of ontstaan om patroonherinnering of patroonherkenning te doen. Dus het bekende voorbeeldje is van je ziet een rare schaduw bij een boom en je denkt dat het een vent is. Waarom? Omdat we menselijke lichamen heel belangrijk vinden, dus daar kijken we naar. Er staat geen vent, het is schaduw. Of er is een heel bladerdek, hebben ze ook allerlei proefjes mee gedaan en dan zie je daar gezichten in. Omdat gezichten nog belangrijker zijn dan de hele lichamen. Dus wij zien overal gezichten in. Dat is gewoon how our brain functions. Het is niet dat daar overal gezichten zijn of entiteiten gevormd worden of iets dergelijks. That is what we read into it. Nou, zo kun je allerlei ervaringen hebben die samengepakt van ja, ik ben daar en daar geboren. Mm-hmm. Sure. Bovendien, onze geest is tot heel veel in staat. We gebruiken over het algemeen, zeggen de kenners, 10-15% van onze capaciteit. Als mensen, en dan zullen er hier ook zitten, wel eens ayahuasca of paddo's of whatever gebruiken, dan ga je veel meer details zien. En daar kun je weer hele nieuwe verhalen uitbreien. And they do. Of met LSD. Weet je wel? En dan krijg je gigantische verhalen, en dat is heel verrijkend soms, heel vervormend op een andere manier. Weet je wel, it's tricky. Ik zeg niet dat het gevaarlijk is, maar wel tricky. Weet je wel, dus het kan net als alles positieve effecten, maar ook niet zo handige bijeffecten hebben. Maar wat het brein zal doen, is proberen er een consistent verhaal van te maken. Niet omdat het consistent is, maar zo werken onze hersenen. Die zijn geprogrammeerd om orde te scheppen in de chaos aan indrukken. So they make stories and patterns. Dat is niet de realiteit, maar dat is hoe we hem waarnemen. Dus hoe meer readingen je gaat doen eigenlijk bij mediums of met paddo's of wat dan ook, hoe meer verhalen je in je kop krijgt. Yes. Totdat je opvalt, wat mij overkwam, en dat is niet per se mijn verdienste, maar gewoon hoe het ging, was dat ik in de jaren 90 heel veel spirituele ervaringen had, dan niet geïnduceerd door drugs, maar door technieken, let's say. En het belangrijkste ontdekking was, ik ben datgene wat vooraf gaat aan al die ervaringen. En bij al die ervaringen, waar ook zogenaamde reïncarnatieervaringen, want dat vertelden ze me dan, oh, en dit betekent dit en dat. En het is ook opvallend dat je dan altijd een priester of een koning bent. Nooit iemand in een plaggenhutje die aangerand wordt door de buurman. Weet je wel, het zijn altijd hele bijzondere figuren over het algemeen. Weet je wel, en ik zat daar gewoon naar te kijken en er waren inderdaad allerlei beelden en emoties en weet ik veel wat. Maar het belangrijkste was iets, kijk. En al die heisa die gebeurde had geen enkele impact op dat wat kijk. En dat lijkt me 1000 keer belangrijker dan al die heisa. Want je kunt iemand in een bepaalde setting zetten en dan kan je gewoon, ik heb reïncarnatietherapie gegeven. Ik geloofde er geen hout van, but it worked, want die ander gelooft het. And you just move along with the pictures.
Ik ben heel intuïtief en kan me goed afstemmen. Dus ik pikte al die beelden wel op zo'n beetje. En dan riep je daar wat over. En dan was iemand van een deelangst kwijt. Dus top. Maar het bewees niet wat zij dachten, dat ze 3000 jaar geleden een Egyptische priesteres was geweest. Obviously not. Maar die heisa, die gaat hier dus ook gewoon door. Wat is hier? Hier waar we zitten. In deze meeting. Nou, dat is minder heisa dan die spirituele ervaringen. Dat is vrij kalm. Ja, maar ik bedoel, dat is, er is nu dus ook iets dat kijkt. En yes, of course. Natuurlijk. Yes. Dat is altijd zo. Ik heb nog even een filmpje te kijken van Joel Gene, die eigenlijk, dat raakt wel iets van mij, dat er eigenlijk zo blaffende honden zijn. Van dat ik blaf nu wat en jij blaft wat terug. Ja. En dat is eigenlijk wat we hier aan doen zijn. Ja, ik noem het wel eens een toneelstuk. En dat is de hele dag door. En het is geestig om op te maken dat er zich dus iets bewust is van dat dit de waaktoestand is. En bij de waaktoestand horen dit soort geblaf, let's say. En bij de droomtoestand hoort een net iets ander soort geblaf, maar het is grofweg hetzelfde. Ook daar denken we in iemand te zijn en die overkomt dan dingen en zo. Is er dan net een keuze dat je naar aarde komt? Waar wou je vandaan komen? Nou ja, ik neem aan wel dat je gewoon bewustzijn bent wat eeuwig leeft, of niet? Ja, ja, je maakt er een persoon van. Bewustzijn is onpersoonlijk. Ik weet niet of ik een persoon van maak, maar ik neem aan dat je bewustzijn bent, of geloof je dat ook niet? Het ligt eraan wat je daarmee bedoelt, hè? Dus als je dat combineert met op aarde komen, dan zou je dus ergens vandaan moeten komen, dan maak je het persoonlijk. Hmm. Okay. Ja, omdat dit een lichaam is, toch? Ja. Dan gaat het bewustzijn in het lichaam. Hmm. Van buitenaf. Dit noemen we gissen. En dat is dus weer het idee van dat het ergens vandaan komt. Er is gewoon bewustzijn en dat hoort erbij als, zoals Nisargadatta dat zo mooi noemt, een voedsellichaam ontstaat. Dus er is een organisme en als dat een bepaald energielevel haalt, dan ontstaat er gewoon bewustzijn. Het komt niet ergens vandaan of zo. En als je dat gaat doen? En dan houdt het op. Geen hiernamaals, geen herkansing. This is it. Dus als een organisme geschikt is, functioneert bewustzijn. Als het organisme niet meer geschikt is, houdt het op die plek op. That's it. Dus het is net zoiets als vragen eigenlijk van, je lichaam ademt, hè? Van wat gebeurt er met de adem als het lichaam dood is? It's a really strange question. Want adem is niks anders dan lucht naar binnen en lucht naar buiten, right? Het doet niks af of aan de lucht, die is er gewoon. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus er is helemaal geen enkel nut of reden wat er aan. Nee, is dat niet bevrijdend? Nee. Sterker nog, je zou het ook om kunnen draaien. Alan Watts die vond dat wel leuk. En die zegt van, zoals een appelboom appelt, menst de aarde. Dus je komt niet ergens vandaan, je bent een product van die aarde. Je hele systeem bestaat uit moleculen van aarde. Right? En er is zon en licht en water en regen en dergelijke nodig. En dan kan daar een organisme uit ontstaan. Het komt niet van buitenaf, er zit geen ziel in. Er is geen aparte entiteit, op wat voor manier dan ook. Je bent gewoon een appel. En die leeft gewoon een tijd lang. En dan disintegrates en gaat weer terug naar de aarde, let's say. Dus een recycle ding. Maar wij zijn zo ervan overtuigd dat er iets in ons woont. Dat hebben hele kleine kinderen al. Lichaam en geest, weet je wel, die dualiteiten. Dan roep ik wel eens van, toon mij eens een geest zonder lichaam. Ooit gezien?
als je vraagt. Of je ooit, hè, we maken er een dualiteit van, lichaam en geest. Ja. Of je ooit een geest hebt gezien zonder lichaam. Ik bedoel niet een spook. Nee. Ik bedoel mind. Nee, dat heb ik niet. Nee, exact, omdat dat niet kan. Dus zodra er een menselijk lichaam ontstaat, is er ook zoiets als een mind. En dat is niet twee. Dus body en mind zijn wel twee woorden, maar het is niet twee. Je kunt die twee niet scheiden. Iemand maakte het nog bonter en die zei, het lichaam is de geest. Maar wij houden ervan om dingen uit elkaar te halen. Kleine kinderen doen dat ook. Dat noemen we dualisme en finalisme. Finalisme heeft te maken met bedoelingen. Dus de steen rolt van de berg om mij te raken. De regen valt uit de hemel om mij drinken te geven. No, it doesn't. Ik kan ervan drinken, maar dat is niet de bedoeling van de regen. Maar we houden ervan om bedoelingen erin te projecteren en om lichaam en geest van elkaar te scheiden. Nou, dan is het één stapje verder. Dan hebben we een soort zieletje. En die zou dan ook nog onsterfelijk zijn. Dat staat trouwens niet in de Bijbel. Dat hebben ze er honderden jaren later bij verzonnen. Zo'n geestig weetje. Dus je komt niet ergens vandaan. Je bent een earthling. Een aardling. Je gaat dus ook niet ergens naartoe. Dit is het. Of dat zo leuk vindt. Ja, maar dat is niet de vraag. Nee. Het ging over waarheid en niet over leuk. Kijk, en waarom we het niet leuk vinden is alleen maar omdat we allerlei voorstellingen hebben over de dood bijvoorbeeld, terwijl we helemaal niet weten wat het is. Want we zien anderen wel doodgaan, maar zelf kunnen we onze dood niet zien. Eén ding kan ik je wel verklappen, degene die denkt dat het niet leuk is, is er dan niet. Dus het is een schijnprobleem. Daarom vind ik het ook zo bizar als mensen zeggen dat ze bang voor de dood zijn. Want degene die daar bang voor is, is er dan niet. Dus it doesn't make any sense. Als je zegt ik ben bang voor pijn, I get that. Het is niet heel leuk als ze met een botte zaag je been afzagen. Bij vol bewustzijn. Als je vol oxy zit, valt het wel mee. En dit is iets wat je altijd zo bedacht. Nee, dat heb ik niet bedacht. Het is gewoon een kwestie van kijken en onderzoeken. En je hoeft het ook niet aan te nemen van me. Obviously, want we zitten niet in de kerk. Maar het zijn allemaal dingen, daarom begon ik met van dit is gissen. We gissen van alles bij elkaar. Maar als we gaan kijken, dan zien we waarom vinden we dat bijvoorbeeld niet leuk. Omdat we bang zijn. Waarom heb ik allerlei verhaaltjes nodig over goddelijke dimensies en hiernamaals of Walhalla of reïncarnatie, omdat ik bang ben voor de dood. Als ik daar niet bang voor ben, heb ik niks aan die verhalen. Shall we get the gun out? Die roepen we iets te makkelijk. Alles wat we doen is de hele tijd en is geen verwijt om te overleven. We proberen constant van alles te beschermen. Ieder organisme doet dat. Yes, you are. Zodra er eentje met een mes aankomt, you know. En zodra we je met je hoofd onder water duwen, dan is er maar één ding wat je wil, lucht. You don't want to die. En dat komt, en dat is onpersoonlijk overigens, dat is gewoon die levenskracht, die wil leven. Dus de persoon, dat stukje bewuste geest, die kan denken, ik ben daar niet bang voor, totdat, ik heb het een keer gedaan met iemand. Die beweerde dat ook heel stellig. Dan hebben we nog een tel water gehaald. It solved the problem real quick. Dus mensen geloven in allerlei verhaaltjes, omdat ze de realiteit niet willen zien. That's fine, maar Advaita is geen kerk en we doen niet aan sprookjes. Kerken genoeg die aan sprookjes doen. Jij wou iets zeggen? Ja, ik wou daar nog even op ingaan. Je vertelde net dat jij 20 jaar geleden allerlei ervaringen had gehad. En ik kan me nog heel goed herinneren dat op een gegeven moment zag ik mezelf op allerlei manieren doodgaan.
Het was niet zo emotioneel, maar het was een soort volgorde van een stuk of 7 manieren dat ik dood was gegaan. En ik wist ook dat ik het was. Was gegaan? Ja, nou, ja dat neem je dus aan. Ja. Ja. Hoe moet je dat anders verklaren? Waarom moet je het zo verklaren? Hoe zou je het nog meer kunnen verklaren? In je dromen nogmaals gebeurt er ook van alles en nog wat. Dus waarom meteen aannemen dat het iets uit het verleden zou zijn en iets reëels? Waarom niet? Ja, exact, there we go, zo voelt het. En dan nemen wij genoegen mee. Nou, ik niet. Ja, het heeft wel diepe indruk op. Ja, natuurlijk. Maar dat is ook weer deels gestuurd door hoe het voelt en door wat we aannemen. Waar Advaita over gaat, onder andere, is het slopen van aannames. En niet het zomaar aannemen. Want inderdaad, ik ken die ervaringen, dat voelt heel overtuigend. Ja, maar ik dacht dat Advaita reïncarnatie niet uitsluit. Natuurlijk wel, want de kern ervan is, er is niemand. Wat je denkt te zijn, bestaat niet. Dus er is geen ik, geen ziel, dus valt er ook niks te incarneren. Dat is pretty obvious. Okay. Niet twee. Er is niet een bewustzijn en een afgescheiden ik. It's one movement. Er valt niks te incarneren, er is alleen maar bewustzijn. That's the whole point of it. Het veegt alles wat daaronder zit, in de piramide van spirituele zienswijze. Het vernietigt alles wat daaronder zit. Daarom zal het nooit een massasport worden. Net als schaken. Dat is niet erg verder. Maar het veegt alles wat overbodig is basically aan de kant. Te beginnen met de notie, ik ben een afgezonderd wezen. Nou, een ziel is ook een afgezonderd wezen, alleen dan een beetje etherisch. Dus het voelt zo alsof het impact heeft. Waarom? Omdat ik me al zo geïdentificeerd heb met het idee een persoon te zijn. Dan krijg ik beelden te zien van een overleden persoon. Misschien ligt er een helm naast, dus dan denk ik aan de middeleeuwen of whatever. Maar uiteraard zijn het dingen uit het verleden, want we hebben geen beelden van de dingen die er nog niet zijn. Hè? Dus alle manieren waarop ik zal overlijden, die zullen altijd naar het verleden of naar dit moment verwijzen, maar nooit naar voren. Want ik kan niet zien wat er over 100 jaar is, dus obviously. Beeldjes, dus hè, pattern recognition, het wordt bij elkaar gepakt. En het geeft het interessante eraan is van wat gebeurt er? Oh, er wordt geobserveerd dat die ik dacht te zijn, sterft. Maar dat wat kijkt, sterft niet. Maar dat valt ons niet op. We nemen het persoonlijk. Ja, ik ben met je eens. Dat wat kijkt, dan ben jij. Yes, voilà. Dus dat niet... kan ook in andere levens zijn dan. Nee, het is alleen maar hier. Nu, dit. Het kijkt. Niet het keek. Het kijkt. Tegenwoordige tijd. Right now. Er is alleen maar dit. Er is een andere cruciale pointer van Advaita. Er is alleen maar dit. De rest is geheugen. Zelfs tijd bestaat er niet. Voilà. It's only here. Het zou ook allemaal tegelijk kunnen gebeuren. It's only here. Ja, nou, het is een ingewikkeld onderwerp. Nee, het is helemaal niet ingewikkeld. Het is zo radicaal en zo helder dat al onze andere noties ermee conflicteren. Dus we blijven proberen tijd in te smokkelen, terwijl het feitelijk tijdloos is. Het is alleen maar dit. Als je checkt wanneer besta ik, dan is het altijd nu, right? En je kunt je wel een gisteren herinneren, maar wanneer herinner je dat? Nu. Dus je feitelijke existence is alleen maar nu. De rest is een beeldenstorm. Blijft er dan heel weinig over? Dat verlaagt die angst. Dat er weinig overblijft? Als je gewoon hier aanwezig bent nu, komt die vraag niet op. Als we nog hangen aan tijd, dan kunnen we dat soort ideeën krijgen. Maar als je gewoon dit moment ervaart, het is gewoon compleet in zichzelf. Er ontbreekt niks, dus hoezo weinig? Ik zou niet eens weten wat erbij zou moeten. Het lijkt zo simpel dat we juist hebben dingen wegvallen en daardoor... Ja, waanideeën. Ja, zo. Ja. Sorry, dat zeg ik niet goed. Ja, waanideeën vallen weg. En
Uiteraard, en daarom zeg ik ook net van het is geen verwijt. We hebben heel veel geïnvesteerd en niet alleen wij, maar onze hele cultuur zit er vol mee in allerlei waanideeën. Bijvoorbeeld spirituele en religieuze. Dat voelt als een verlies op het, of dat kan als een verlies voelen op het moment dat er inzicht is dat het overbodig is. En verlies vinden wij niet prettig. Over het algemeen. Ik vond het wel prettig, want ik vond het heel bevrijdend. Al die dingen die gewoon eraf geveegd werden van overbodig aanname, dus alleen maar vanuit een gevoelssensatie. Ik was gods blij dat ik het kwijt was. En dat gaf een hele frisse openheid, right here. En ik hoefde dus niet allemaal meer dat, hè, wat ik zei, karmisch telraam in de gaten te houden en weet ik veel wat. Goede daden te gaan doen terwijl ik er geen zin in had. Weet je wel, want in feite ben je dan gewoon een hypocriet. Dan ga je goede daden doen, maar je bent niet goed. Je moet ze gaan zitten doen. Weet je, als je goed bent, dan gaat het gewoon vanzelf en je merkt het niet. Nee, je moet ze dan gaan doen. Dat moet je het ook nog vertellen, want anders telt hij niet. Ik had allemaal zoiets van, what the fuck is dit allemaal? Eindeloos gaan zitten mediteren. Om iets. Ik merkte wel, dit ding vond het prettig om gewoon te gaan zitten. En van buitenaf noemden ze dat dan mediteren. Maar ik deed niks. Dat was het hem nou net. I'm not trying. Mijn idee ook over dat soort dingen is dat die hele onbetrouwbare herinneringen, want het is heel onbetrouwbaar, sure, lijken betrouwbaar, omdat als je de hoek omgaat, dat die Albert Heijn daar altijd is. Daarom denk je dat alle onzin die je aanmaakt, dat ook klopt. Ja. Want als je naar de Albert Heijn loopt, is precies waar je het herinnert. Dus is iedere herinnering waar. Dat is een beetje het idee wat ik heb met dat soort onzin. Yes, yes. Plus het fenomeen van dat we innerlijk herinneringen de hele tijd herhalen. En als je iets 100 keer herhaalt, lijkt het aan werkelijkheidswaarde te winnen. Als je het 100 keer ook nog bevestigd krijgt van buitenaf, van ja, nee, inderdaad, dat bewijst dat er een ziel is. Really? Weet je wel? Maar je gaat dat aannemen. Ja, wat ik nu op het ogenblik zou vinden, herinneringen hebben altijd een soort lading of zo, hè? En het is me nu zeer duidelijk dat op een gegeven moment nare dingen, daar praten we niet meer over, hoeven we niet meer naar te kijken. Maar dat je prettige dingen plotseling niet meer kunt voelen in je herinnering enzovoort, dat is dan toch een beetje raar. Maar op een gegeven moment wordt het mij wel vrij duidelijk dat was op dat moment, en we zijn nu een minuut verder, dus dat is niet meer. Right. Dat is. Het is wat dat betreft heel leuk om er naar te kijken. Van er gebeurt gewoon iets. En het is even een soort schijnbaar reëel op dat moment. En dan sterft het. Weg. Dus we zitten constant te kijken naar het opkomen. Dus het geboren worden van iets, zeg maar, en het sterven. Als we die gewoon helder hebben, is er helemaal niks ergs aan. En dan weet je meteen van alles is gewoon een tijdelijk verschijnsel. Het enige constante is dat wat zit en dan komt er even iets op, een verhaal-gevoel combinatie. En it's gone, and the next, and it's gone. En het laat geen enkele streep na. It's not a problem. Nee. En dus dan hoef ik ook niet meer vast te gaan houden aan mijn herinneringen. Of wat sommige mensen zeggen van, ja, de herinneringen die maken je identiteit. Dat is dan wat je bent, dat is treurig. Ze weten ook niet eens hoe herinneringen werken enzovoort. Dat je dus, dat heb ik al eens eerder gezegd, je herinnert je de kopie van de laatste keer dat je het je herinnerde. En daar is een kopie van die keer daarvoor. En bij iedere kopieerfase verliest het iets. En vervormt het iets. Dus je herinnert je nooit een oorspronkelijk iets. That's kind of funny. Nee, maar het is sowieso. Je herinnert je iets in de stemming. Van het, ja, dus als exact. Als je het slecht voelt, exact. Is de herinnering altijd, ja, met een slecht gevoel. Yes, exactly. En de stemming bepaalt ook wat voor soort herinneringen je hebt. En inderdaad, de herinneringen, stel dat het een soortgelijke herinnering is 3 keer. Je hebt 3 keer een andere stemming, 3 keer maak je er een ander verhaal van. Inderdaad, en dan denken we dat het betrouwbaar is. Ja, en dat vind ik dus grappig, dat dat er allemaal afdondert. Ja, dat is toch cool. Komt het 3 keer tegen en ja. Right.
Je hoeft niks meer met iets. Ja. Yes. Grappig. Hans. Hij wil iets. Ik grijp dit allemaal cognitief. En dan vallen de aannames weg. Dat is best lekker. Good. Geeft veel vrijheid. Maar aan de andere kant zitten er nog allerlei, dat lees ik ook in je boeken, conditioneringen. Bij mij zijn dat allerlei controle, dwang, achtere dingetjes die meestal opkomen. En die drijven op een soort van timertje van angst eigenlijk, als ik het zo een beetje bekijk. Dus op cognitief niveau wordt het helder, maar op dat gevoelsniveau, die conditioneringen, die angsten, die blijven als een soort van golven die je over me heen komen. Ik denk, ja, hoeveel boeken van Hans moet ik dan lezen? Het is soms ook handig om af en toe iets te doen van wat erin staat. Dus ja. Ik kan bijvoorbeeld lezen over bewust uitzoomen of iets doorvoelen, maar het is beter om het te doen. Dus op een gegeven moment komen we er gewoon achter dat bepaalde dingen kunnen zelfs oplossen door inzicht of begrip. Een aantal andere dingen niet. Sommige dingen die kunnen oplossen door de aandacht te schenken aan bewustzijn, omdat ze dan gewoon uit ons systeem kunnen. Andere niet. You will have to go there. Dus die angst en de eraan gerelateerde controleneiging, je moet er gewoon er af en toe eens één uitpakken en daar een tijd lang mee aan de gang. Van alle kanten bekijken, voelen, ermee zijn en naar luisteren. See how it works. Feel it. Wat een stuk makkelijker wordt als het ons lukt om een beetje uit te zoomen. Want bewustzijn heeft helemaal geen probleem met angst of controle. Ons ik, die dat aan de ene kant doet, dat proberen te controleren, maar die heeft er ook last van. Ons lichaam heeft er last van. Heb je het dan vaak over doorvoelen? Dat concept van doorvoelen, dat heb ik nog niet helemaal helder, want ik schiet wel vaak in het denken. Ja, dit is het denken. Right. Waar zat dan ook alweer het voelen? Nou ja, wat je kunt observeren is dat op het moment dat dus er een angst opkomt, het controlemechanisme ofwel de conditionering aangaat. En wat doet die? Is zorgen dat je maakt dat je wegkomt. Nou, wat betekent voelen in essentie? Niet weglopen. Dus op het moment dat er een intense emotie opkomt, of een angst of zo, dan schieten we gewoon naar ons hoofd. En dat heeft een groot voordeel, in je hoofd kan je niks voelen. En dan kunnen we er eindeloos over nadenken. En zelfs het idee krijgen dat dat lekker opschiet. Maar de brandhaard zit hier, niet daar. Al die gedachten zijn alleen maar een gevolg. Nou, vroeg of laat wordt mij dat helder. En dan ga ik er gewoon naartoe. Dus dan merk ik van, ik ben in mijn kop geschoten. Maar dan interesseert het me niet meer wat ik erover denk. Want dat is wat ik erover denk en van vind. Maar het is niet het ding. En dan kan er iets gaan draaien in mijn systeem. Zodat ik gewoon ga kijken of ik op zijn minst eens 5 seconden ermee kan zijn. Zonder in te grijpen. Just feel it. En als dat gaat, misschien lukt het dan 10 seconden. En whatever. Ik had op een gegeven moment zo sterk door dat alles wat ik aan het doen was, gewoon was weglopen voor die brandhaard, zou ik maar zeggen. Dat duurde een tijd, dat wist ik wel, maar de intensiteit van dat besef bouwde als het ware op. En toen was er op een gegeven moment zoiets van, fuck this shit. Van, het is nu gewoon er naartoe, want anders moet ik de rest van mijn leven blijven weglopen. En blijven wegsuipen, blowen, whatever, of naar mijn vrienden gaan, of naar concerten, of naar de kroeg, of wat ik constant op de loop voor mezelf, ik was het helemaal zat. Weet je wel, nou, dat was zo intens, dat het verlangen om dat te doorbreken, let's say, was sterker dan de vrees om gek te worden. Die conditioneringen of die neigingen, die lijken sterker dan wat dan ook. Ja, dat lijkt zo. Grijpen naar een controlemechanisme, of voor mijn part een biertje, is soms... Ja. Gaat sneller. En natuurlijk. Maar dat is gewoon omdat die conditionering dus goed werkt en omdat we dit heel veel herhaald hebben. Dus het is aangeleerd gedrag. Het is een soort aangeleerde hulpeloosheid. Maar dat hoeft niet. Dat hoeft niet zo te blijven. Dus wat ik vaak zeg en wat ik volgens mij in EHBO ook heb opgeschreven is van wat je kan doen is als die neiging opkomt, dus er is spanning en je hebt zin om iets te pakken, your substance of your favorite substance or device of whatever, want de hele tijd in je telefoontje staren is net zoiets.
really ridiculous, maar goed, dat terzijde. Om niet te zeggen dat dat niet mag, maar stel het is een kwartier uit. En blijf gewoon op die stoel zitten en voel nou eens wat er eigenlijk gebeurt in het systeem. Zonder in te grijpen. Dan mag je na een kwartier mag je nog doen wat je wil. En dan ben je ook meteen ervan af van dat dit slecht zou zijn of goed zou zijn. Dus dan ben je uit die morele sfeer. Maar gewoon stel het even uit en dan kan je ego daarna zijn zin krijgen. En okay, dan kun je chocola vreten en je bier zuipen of whatever. Weet je wel, wat je ding is. Maar stel het gewoon even een kwartier uit. Feel it. Dan word je je bewust van je feitelijke toestand. En als we dat vaak genoeg ervaren, dan kan er dus de innerlijke motivatie ontstaan van ja, maar ik wil niet dat dit zo blijft. Dat kan alleen, ja, dus daarom, dat zei ik er straks tegen Roy ook, van als je met iets aan de gang gaat, moet je eerst weten wat het is. Niet meteen try to change it, want je weet niet eens wat je aan het veranderen bent, weet je wel. Voel het en bekijk het nou eerst maar eens gewoon. Precies zoals het is. Word je er eerst maar eens bewust van hoe het werkt en hoe je je laat sturen. Hoe het je in de klauw heeft, weet je wel. Als ik echt zie dat ik aan de ketting zit, zal ik vrij willen zijn. Als ik de hele tijd doe van, ah, nee, dat valt wel mee. En ja, iedereen die loopt toch maar 1 meter in rondjes om een paal. Dat is toch normaal. Ja, ik ben geen geit, fuck dat. Weet je wel, dus die ketting die gaat door of mijn been gaat eraf. Maar zoiets komt niet zomaar, dat moet ontstaan. Ik had zo'n verschrikkelijke hekel aan hoe ik was op dat moment. Of in die periode. En hoe onecht en corrupt en angstig. En ja, het was gewoon veranderen of, weet je wel, laat me zetten. En daarom heb ik soms moeite. In mijn woordenboek is spiritualiteit pas iets waard als er wat vuur in zit. Heel veel van de spiritualiteit is een soort zusgedoe. Wat juist die innerlijke motivatie die je nodig hebt om een werkelijke verandering door te maken, probeert op een mindful manier weg te suffen. Iedere keer als er een beetje agitatie ontstaat, nee, kalmeren, zen. Nee, fucking hell. Zodat je leert voor te hobbelen in de gevangenis. Ja, dat is waar het nou, zoals het voor mij eruit ziet. De boel moet in de hands. Levensangst is de andere kant ervan, hè? Volgens mij is het ook doodsangst, want ik denk dat als ik tevoorschijn kom, dat ik dan weer onweggehaald word. Dus dat denk ik ook niet doodsangst. Mm-hmm. Angst voor pijn. En de vrees dat wat gevoeld kan gaan worden als je echt tevoorschijn komt, de intens is. Iets in mij denkt dat het al gauw te intens is. Weet je, als er al iets komt, dan ook verdacht trillen. Het enige wat we kunnen proberen is intensiteit in kleine dosissen tot ons te nemen. Om het systeem de kans te geven, als het dat wil, eraan te wennen. Een klein beetje. Paniekaanvallen. Die komen dagelijks regelmatig voor. Zo. Niks begin ik aan mijn keel te krabben. Ik heb het idee dat ik maar daarin heel weinig kan voelen. Dan paniekaanval krabben. En ja, soms vang ik wel een gedachte. Net zoals ik net zo vertelde, maar ik ben eigenlijk steeds meer bezig. Nee, een soort nut van ziek zijn heeft het een bedoeling.
Nou, dat is waarschijnlijk ook een valkuil die jullie net lekker opgelost zou kunnen zeggen. Ja, heel angstig heb ik voor allerlei nieuwe dingen mezelf heel veel binnengehouden, bepaalde fronten niet geleefd. En, nou, gisteren, als ik het laatste stuk van je hoor, dan lijkt het wel of het ook iets wil bedekken, terughouden, die paniek. Ja. Komt en dan controle of zo. Dus dingen hebben wel een functie, wat dus net even iets anders is dan een bedoeling. En dingen kunnen een correlatie hebben. Weet je wel, dus als ik bijvoorbeeld huiddingen, het kan te maken hebben met het tevoorschijn komen, het interactie met anderen, want dat is het raakvlak. Dus als ik iets te veel op anderen gefocust ben en misschien niet op een hele positieve manier daar wat ervaringen in gehad heb, dan kan dat al een soort allergische reactie geven. Nou, als we vaker last hebben gehad van iets, kan er een angst op zitten dat het weer gebeurt. En of het nou eczeem is of een depressief gevoel. En sommige mensen die hebben echt een, en dan niet van ik ben een keer gedeprimeerd, maar echt is flink depressief geweest. Als ze dan een x tijd later zijn ze daarvan af, als er dan een beetje gevoel van down zijn opkomt, zijn ze meteen rete bang dat ze weer een jaar lang in de hel moeten. Weet je wel, wat op zich de boel gewoon alleen maar aanwakkert. Het is dan handig als we in staat zijn te kunnen uitzoomen, want dan kan de boel gewoon kalmeren. Daar probeer ik naar te kijken van, lukt het op het moment dat ik die onrust heb nat? Ja, weet je, dat is goed dat je dat zegt zo, want heel vaak doen mensen dit. Van dingen die ik bijvoorbeeld in EHBO heb beschreven, ja. daar doen ze dan eigenlijk niks mee totdat het huis in brand staat. Moet je begrijpen wat ik bedoel. Dus ze begrijpen een soort van, oh ja, zo moet je iets invoelen, zo moet je uitzoomen enzovoorts, maar dat doen ze niet. Totdat er een heel groot probleem uitbreekt en dan moet het ineens werken. Dat is net zoiets als van, je kunt op die manier kun je een gitaarconcert van Bach spelen, ja, dat is mooi. En dan moet het ineens kunnen als dan het optreden er is, maar je was even vergeten te oefenen. Snap je wat ik bedoel? Dat wordt een ramp. Dus het is handiger om te beginnen met, als je iets wil leren doorvoelen of ergens mee zijn, met iets kleins. Dus beginnen met een klein beetje ongemak. Of als je wil leren uitzoomen, dat te doen als er een klein issue is. Niet als je al in een halve paniekaanval zit, want dan gaat het niet werken, want het is een paniekaanval. Dus welke techniek je dan ook uit de kast sleept, het is een paniekreactie. And it won't work. Want je hebt het je nog niet eigen gemaakt. Dus het is handiger om bij een klein beetje angst, een klein beetje spanning, een klein beetje verdriet te gaan kijken of je uit kan zoomen, het kan doorvoelen, ermee kan zijn. Zodat je het in de vingers krijgt, zodat je systeem ophoudt gaandeweg met bang te zijn om bepaalde dingen te voelen. En dan zul je merken, niet eens dat het gaat helpen bij een paniekaanval, maar dat ze niet meer komen. Ik deed daar vroeger ook aan. Paniekaanvallen en depressie. Not anymore, I don't. En niet omdat ik zit te doorvoelen of uit te zoomen, maar omdat de wortel daarvan is gewoon weg. Dus er kan hier nog wel spanning opkomen, of ik kan wel eens een dag hebben van, weet je wel. Maar meer ook niet. Het is er gewoon uit. Maar dat ging niet zomaar van, oh ja, paniekaanval, even uitzoomen, huppakee, klaar. Zo zou ik het wel willen, maar ja, yeah, well, it doesn't work that way. Als ik zo kijk de laatste tijd daarnaar, krijg ik steeds meer het idee, of dat ik me afvraag, dat ik denk van, kan ik wel voelen? Of course you can. Maar als ik nu soms een kleine spanning heb, zeg maar, er komt een of andere rekening binnen, of de belasting, dan... Weet je wel, dat begint de laatste tijd, ja. Vraag me eigenlijk af, kan ik het wel voelen? Of kan ik überhaupt wel een beetje spanning hebben op sommige fronten uiteraard? Nou, ik ga me steeds meer afvragen. Ik denk van. En dan, kan ik er dan in uitzoomen? Ervaar ik dat het. Ja, maar ontspannen. Wat ik ook heel duidelijk daarbij heb opgeschreven: als we het alleen maar inzetten om van de spanning af te komen, gaat het niet werken. Voelen betekent dat ik het voel. En niet dat er die of die uitkomst is. Dat is pas voor later. Ik moet er eerst gewoon, dat is een andere verwoording ervan, gewoon mee kunnen zijn. Kan ik het gewoon hebben dat er een
paniek in me opkomt omdat er een belastingaanslag komt. En just stay. Stay with it. Niks doen. Niet proberen het te veranderen. Niet proberen het in te ruilen voor een prettig gevoel. Dus ik ben eigenlijk aan het veranderen, want ik probeer erin te ontspannen. Ja, uiteraard. Ja. Exact. Dat bedoel ik. Dus dan ben je bezig met je zin te krijgen. Maar er staat dat je iets moet voelen. Er staat niet probeer je zin te krijgen. Anders had ik dat opgeschreven, want ik schrijf meestal op wat ik bedoel. Ik zag hem gisteren pas dat stukje en dacht ik, hey. Ja. Dus daar heb ik ook tal van malen aangegeven. Het kan zijn dat zelfs een intens iets gewoon oplost als ik het werkelijk met een open houding tegemoet treed. Nou, dan zegt het ik van, oh ja, ik heb ergens last van, dan ga ik het gewoon even met een open houding tegemoet treden en dan is het dadelijk weg. Ja, dat klinkt echt heel open. Een echte open houding is zo open dat ik met het verschijnsel ben en het me geen reet uitmaakt of het er 100 jaar blijft zitten of 1 seconde. Dat is open. Dan heb ik er geen tijdlimiet op, dan heb ik niet van dat ik mijn zin moet krijgen, dan is het open. Iedereen die 1 seconde lang in die toestand kan zijn, zal zien dat het issue oplost. Die durf ik te garanderen, maar het is heel lastig om in die situatie te komen en superbelangrijk. En niet alleen om een dingetje op te lossen, maar zo krijg je een open houding naar het leven in het algemeen. En ga je uit die modus komen van dat je de hele tijd je zin moet hebben. Of van slag raakt als iets anders gaat dan dat je had gewild. Ik had niet echt per se gewild. Ik zei het buiten al. Mijn ambitie was niet om in een rolstoel te zitten en te verrekken van de pijn en niet te kunnen lopen. Maar het was geen reden om een drama eruit te breien. Nou, dat is niet omdat ik zo goed kan doorvoelen of uitzoomen, omdat dat allemaal al gedaan is. Dus is er gewoon een open houding en niet van, ik zal het jullie aanraden, neem ook een halve dwarslesie, hartstikke leuk. Dat nou ook weer niet, maar het is geen ramp. Het is inconvenient en zo, weet je wel. Maar ik weet zeker dat ik 30 jaar geleden, daar had ik er echt iets van gemaakt hoor. En dan had iedereen het geweten. Och, arme ik en tjongejonge heb ik weer. Wat zou hier de bedoeling van zijn? Dat is vast mijn slechte karma. Hans, dankjewel. You too. Als je het over het kijken hebt, of over die open houding, is dat dan synoniem aan liefde? Ja, ik noem het liever niet zo. Maar het lijkt erop in die zin dat het niks eist en geen voorwaarden stelt en in feite overal ja tegen zegt. Dus in die zin wel, maar dan liefde zonder die kleverige... Zonder de toffige halte. Dat is een ander woord wat me net triggerde. Dan zou je in een liefdesrelatie, dan is het eigenlijk heel liefdevol. Ja, het klopt dat we samen zijn. Nou wordt die al wel anders. Ja. Dus die liefde waar we het in het begin over hadden, is een onpersoonlijke liefde. Op het moment dat er persoonlijke elementen in komen, krijg je allerlei andere dynamieken. Dus het is niet zo dat degene die ontwaakt is of zo altijd lief is of altijd blij is met alles wat er gebeurt als die een relatie heeft. Want het is ook gewoon een aangeklede aap en die ander ook. En die hebben geneigdheden waarvan sommige overlappen of goed mengen en andere die dat niet doen. En het is ook, dat onpersoonlijke element zit erin, hoe raar dat ook klinkt, van... het klopt zolang het klopt. Ja, maar dat klinkt dan ergens kil, maar... Ja, maar daar is het niet. Erg liefdevol. Ja, want het sets the other one free. Ja. Dus je kunt het ook omdraaien. Er zijn een aantal dingen niet. Claimen en manipuleren bijvoorbeeld. Dat is er niet. De notie van dat in mijn geval Kasia mij gelukkig moet maken is er niet. Of dat ik verantwoordelijk zou zijn voor haar geluk, dat is er ook niet. En afhankelijkheden zijn er ook niet. Weet je wel? En zolang het klopt, zal het bij elkaar blijven. En op het moment dat het niet doet, zal het uit elkaar gaan. Maar dan zal in ieder geval hier glashelder zijn dat het niemand schuld is. Terwijl dat meestal van, je kent het allemaal wel, dan zijn ze 20 jaar bij elkaar. Oh nee, hij of zij is zo lief. Totdat ze uit elkaar gaan en dan is de ander de baarlijke duivel ineens. En hij deed altijd dit en zij deed altijd dat. En echt man, het is het slechtste mens wat er ooit heeft rondgelopen. Ineens. Dat is echt amazing.
Ik heb zo'n switch ook meegemaakt, dat ik eerst, oh, dat was ik zo tof, en toen was ik de duivel. Ik was niet tof, ik ben ook niet de duivel. Maar maak er maar iets van. Weet je wel, ik ging ook nog op de verkeerde manier weg. Hoe je goed weg kan gaan, is mij nog nooit uitgelegd. Ja, als de ander dat niet wil, zal die dat nooit prettig vinden, toch? I get that. Ja. Ik was blij dat je net even zei van, dat je niet altijd lief, dat je niet altijd aardig moet zijn of niet goed te zijn. Of, want dat is dus echt in mij dat ik altijd dacht van ja, als ik dan ja, dat een soort van beter zou zijn dat ik altijd maar lief ben voor iedereen. Terwijl ik dus gaandeweg afgelopen periode achterkom dat ik ook gewoon veel mensen niet leuk vind. Ja. Boos ben op mensen of sure. Die dingen verschrikkelijk vind. Of, wel heel veel oordelen heb over dingen en nou ja, ik merk dat probeer ik zo een beetje onder te houden en ja, dat is... het gevoel hebben van, oh nee, dat mag ik al niet denken, dat mag ik al niet voelen, dat mag ik al niet, weet ik wel wat. En het zou zo bevrijdend zijn als ik eens een keertje, weet ik veel, iemand die voordringt naar de kast en dan zegt van, wat doe je, weet ik veel, gewoon een keer even uit de bocht. Sure. Ja, dat is dus alweer zo'n sprookje van dat spiritualiteit met lief zijn te maken zou hebben. In mijn woordenboek heeft het met echt zijn te maken. En dat is heel iets anders. Dus de ene keer kan iemand voordringen en dan denk ik van ja, als jij zo'n haast hebt, is best. I don't care. Weet je, en de volgende keer is het van, ja, nu niet meer, niet met deze hand, maar die dan. Zo van, yo dude, nee. Dus... wat er ook bevrijdend aan is, is dat je geen plan meer nodig hebt van hoe je moet zijn. Want vanuit religieuze en maatschappelijke en spirituele hoek is het van altijd een lijstje. Dit, zo moet je wel zijn en zo moet je niet zijn. Dan ben je mij al kwijt, want dan begrijp ik niet meer wat spiritualiteit betekent. Dan is het gewoon een lijstje voorschriften. Dan is het moraliteit. Dat is iets anders. Weet je wel, ik ben nogal een zeur wat woorden betreft. Voor mij gaat het om bevrijding en om echtheid. Nou, dat betekent dat als deze chagrijnig is, dat je het te zien zal krijgen. Weet je wel, en als die dat niet is, krijg je dat te zien. En als die in een genereuze bui is, is het dat. En als die in een zelfzuchtige bui is, is het dat. Weet je wel, als die maar rust gelaten wordt, dan krijg je het ook door. Dan is er een heel duidelijk fuck-off veld om mij heen. En wie dat niet oppikt, die leg ik het uit. En dan is het aan de anderen om daar iets van te vinden. Het is niet aan mij om te beoordelen wat welk gedrag dan ook, wat van dit ding uitkomt, hoe dat te duiden valt. Dat hangt van de ontvanger af. So I don't give a shit. Eigenlijk. Ja, en dat hoor ik dus heel vaak dat ik dat zou willen voelen, van I don't give a shit. Of ben je fuck off, nou met rust. En daar achter of... weet ik wel, daar zit dan het gevoel van, oh, maar hé, dan kan ik misschien, vinden ze me niet meer leuk, of ben je niet, ben je goed genoeg. Ja, right. Nou, dat is dus zo'n bouwwerkje, wat leuk is om te onderzoeken en te slopen. Want het zet gewoon je eigenheid in de weg. Iedere keer als ik me conformeer vanuit angst voor afwijzing, angst voor uitstoting, verziek ik eigenlijk een stukje eigenheid. Als ik dat maar lang genoeg doe, dan hou ik geen eigenheid over, dan ben ik eigenlijk niks. En dan maak ik misschien wel ruzie met niemand, maar ik ben niks. Ja, uiteraard. En er is nog zoiets van mensen die zogenaamd altijd aardig zijn, daar wordt misbruik van gemaakt. Want ze lopen gewoon over je heen, ze nemen je niet serieus, ze gaan ervan uit dat je toch wel overal ja op zegt. Want je bent niks. Dus eigenlijk, degene die misbruik maken van agreeable people, die hebben nog gelijk ook. Want ze vragen erom. I wouldn't, maar ze vragen erom. Dit is allemaal ja, ja, ja en amen, ja, nee, ja, ja. Be kind, dus tegenwoordig hashtag be kind heb je dan. Nee, je moet weten wanneer je kind moet zijn en wanneer niet. Onderscheidingsvermogen. Hashtag onderscheidingsvermogen, dat is beter. Daar schort het nogal aan her en der. Met altijd lief zijn kom je er niet, met altijd zelfzuchtig zijn ook niet. Je moet weten wanneer wat klopt. Weet je wel, maar... so good for you.
En dat betekent niet dat je gelijk lomp moet zijn tegen iedereen. Maar eigenlijk, het enige wat er eigenlijk hoeft te gebeuren is dat het filtertje eraf gaat. Dus zeg nou eens gewoon van hoe het opkomt. En kijk wat er dan gebeurt. In plaats van, als ik dit ga zeggen, dan gaat er dat gebeuren. Alsof je een toekomstvoorspeller bent. You're not. En dat is steeds wat er gebeurt. Ja. Oh, ga ik het wel even doen? Ja. Doodmoe. Ja, exact. Dus tegen mensen die, en dat, die dus meer aan de kant zitten van aardig, zal ik maar zeggen, zeg ik altijd bij twijfel gewoon zeggen. Bij mensen die wat meer aan de kant zitten van onaardig, bij twijfel bek houden. En dan kom je ongeveer goed uit. Dus deze moet wat vaker zijn bek houden, heb ik geleerd. Al een tijdje terug gelukkig, dus ik ben nou heel braaf eigenlijk. Mag ik wat zeggen in deze toon? Ja, nou heel even dan. Wat ik heel prettig vond, om te realiseren, is dat je geen enkele invloed hebt op wat een ander van je denkt. En net zo goed als je geen keuze hebt met wat jij van een ander denkt. Right. En als iemand jou onaardig vindt, en jij denkt van ja, maar ik wil dat hij mij aardig vindt, dan gaat hij niet denken plotseling omdat je aardig doet van goh, wat een aardige figuur is dat? Nee, dan denkt hij, wat een slijmerd gat. Ja, klopt. Ja. Heel goed. En je hebt er geen enkele invloed op. Dus waarom zou je druk maken? Plus dat vond ik heel bevrijdend. Plus de meeste mensen die waar je je dan druk om maakt, dat zijn vaak ook nog mensen die je helemaal niet mag. Dan wil je dat oma Harry je aardig vindt. Je mag die vent helemaal niet. Ja, hallo oma Harry, iedere tijdje. Fuck that. En ik wil er nog wel bij zeggen. Het staat ook helemaal aan de kant van het helemaal niet zijn. Maar dat weet je ook. Mm. Dus ja. Uiteindelijk kom je wel daaruit. Ja, cool. Good point. Pauze. Dankjewel.